kom uit een ondernemersfamilie. Mijn vader en zijn vrouw kwamen hier geregeld. Mijn vader heeft daarna dit pand gekocht. En toen ben ik als bedrijfsleidster eigenlijk begonnen. En heb het na anderhalf jaar van hun eigenlijk overgenomen. Begin 2014 kreeg ik een brief van Loetje Amsterdam. Zij wilde gaan uitbreiden. En daarbij zaten wij als Loetje Zwolle eigenlijk een beetje in de weg. En in het begin was het best wel emotioneel, want Loetje was mijn koosnaam van vroeger. Ze noemden mijn ouders mij. Maar tegelijkertijd zie ik het nu als een mooie kans. Ik heb onwijs veel zin om bij Hartje Zwolle op de kaart te zetten. De basis blijft hetzelfde. De oorspronkelijke gastvrijheid zoals men gewend is van Loetje aan de kade. Alleen wordt er met het nieuwe concept gewoon iets meer nadruk gelegd op wat jonger en wat hipper. Door kleine gerechtjes, meer smaakbeleving. Dat mensen gewoon lekker samen kunnen genieten en lekker lang kunnen tafelen. Ik krijg een heel fijn gevoel dat ik mensen mag ontvangen en blij mag maken met mooie koffies, mooie gerechtjes. Ik geniet er het meest van dat ik mijn liefde voor eten en drinken kan overbrengen op mijn gasten. Ik ben Jessica van Boven, ik ben eigenaar en gastvrouw van Bij Hartje Zwolle.